Ondertussen zit ik in mijn eentje in de server. Maar dat maakt het niet minder leuk. De rest is aan het eten of iets dergelijks. Maar wat we zo meteen nog even gaan doen, we gaan nog een keertje een paar van deze boompjes inladen. Totdat de meeste weg zijn, die hebben Green Sky Gamer en Mark net allemaal omgeharkt. En er zijn er een paar niet goed gesnoeid, maar dat maakt in principe niet uit. Dus die gaan we zo meteen nog wegrijden. En dan zien we daar nog weer verder wat we gaan doen, maar moet je zien hoeveel er nog liggen. Oh, en Mark is ondertussen weer terug. Maar dit gaat hartstikke lekker en we doen zo in een half uurtje hebben we bijna 2 karren voor. En het zijn ook echt karren van perfecte formaat. Je ziet, ze steken een klein stukje uit, maar dat is niet eens waard om nog uit af te gaan zagen. Want als je dit moet hakselen, daar heb je eigenlijk ook niks aan. Leggen we hem er voorzichtig weer in. Deze steekt een klein stukje uit, maakt in principe niet uit. Zo. En de volgende ligt alweer klaar. Zo. Maar ik zit echt te wachten totdat ik, dat echte Cytec stuurtje kan kopen. Dat lijkt me zo heerlijk werken. Gewoon een beetje rustig vanuit de cabine toeren. Dat lijkt me zoveel makkelijker te besturen als je daadwerkelijk die arm daarnaast je hebt. En voor mijn gevoel zit je dan ook veel lekkerder, want ik werk nu met een paar knopjes op het toetsenbord, maar dat werkt eigenlijk ook nauwelijks. Nou, je ziet, het werkt wel. Het werkt vrij snel, maar het is heel lastig om dit jezelf aan te leren. Ja, die hebben we. En even zo. Zetten we deze er netjes bij. Zal ik zo meteen even tegen Mark zeggen dat hij wel mag stoppen, want anders liggen daar zoveel oneindig veel van die bomen. Kan niet de bedoeling zijn. Ja, dan gaat hij los. Leggen we hem daar neer. Zo ziek als het vol. Eens kijken hoeveel bomen er nog liggen. Ziet het, hij vindt het zwaar. De verrijkreten erg zwaar. Oh, en ik rij hem ook nog verkeerd om. Maakt niet uit. Zet hem er zo wel weer recht voor. Ik vind het een mooi vrachtje. Voor de mooie zou je zeg maar ook een paar brede stukken aan de andere kant moeten doen. Compenseert hij het. Nee, ik denk dat hij niet al rijdt. Dan doen we hem zelf even vooruit zetten, een klein stukje. Voorzichtig rijden, want we willen niet dat in één klap natuurlijk alle bomen eruit klappen. Zo, superkeren, ja. Rennen. Snel weer in de looper. Ja, oké, gaan we hem laten zakken. Ah, die gaat een prachtig mooie. Oh, die kan. Ook eens eventjes het werk van Mark hier aanschouwen. Nou, netjes, dit is ook geen lastig werk.
Het is lastig om toch nog in te schatten waar je je vork precies zit. Nou, eens kijken, zo gaan we ook een Michelin. Pak hem erin, ja, en nu klem zetten. Pakken we hem op, kijken om, kijken waar mag ik rijden daar, dus ik ben vrij dat deze kant op draaien. Dit wordt nog spannend, omhoog. Ja, die gaat netjes over me heen. Nu moeten we snel weer omlaag, want anders dan vallen we zo meteen weer om. Zo, echt eventjes dit snoeien hier ook. Nu even bij kijken, anders kan je het gewoon niet zien. Er zit die arm ervoor, dus dat is gewoon te lastig. Ja, gaat maar. Nou, je ziet, dit zit zo vol. Ik ga zelf een keertje proberen te snoeien. Welke kettingzaag ze nu gaan pakken? De Mikrum. Oké. Ook interessant, maar. Dus ik ga even snel goed in de gaten houden. Zijn er nog meer? Ik denk dat we ze hebben, hè? Ja, hier krijgen we er nog wel een bij. Deze doen we nog even af. Ga ik er even een keertje opklimmen. Zo, stoot omhoog tegen die vervelende dingen. Ja, we hebben ze. Zo te zien hier ook nog. Ring, ring, ring. Zit zeker precies in het midden. Ah, dat was hem. Mooi. Dus mag ik daar weer lekker verder hebben. Goed dat de mensen die rustig doorwerken daarop kan. Ben jij zo iemand? Kom je ook zeker een keer te kijken om hier te surfen. Natuurlijk erg leuk om hier al in deze surf te spelen. En zoals ik al zei, het is een dedicated server. 24 uur per dag is hier open. Dus ja, wat wij betreft, woon je ergens in Curaçao of zo, zie je dit. En is het bij jou midden in de nacht of zo, zou het zo kunnen dat wij wel aan het spelen zijn, maar ook andersom. De server is altijd open, dus woon je aan de andere kant van de wereld, kan ook gewoon op de server spelen. Al zal er dan natuurlijk niet zo heel veel mensen zijn als bij ons nacht is. Dus kijk, hier ligt nog een boom. Ik denk dat we ze dan voor het grootste deel van de weg hebben. Dan gaan we zo meteen deze brand nog maar eens wegrijden. En kijken we maar eens hoeveel het precies is. Je ziet, het is bijna niet om ze daar eventjes uit te komen. Uitblijven. Ja, nu hebben we hem. Even dit dingetje verder snoeien. Toch vind ik mooi hoe telkens die kettingzaag even uit zijn broekzak gehaald wordt. Dat wil ik ook kunnen.
hier ligt nog een boompje. Zometeen doen we nog één rondje om te kijken of er nog een boom ligt. Hoop, stiekem kan niet. Want ik zie er best wel tegen op om nog meer op te gaan laden. Maar deze boom hebben we ondertussen. Ik zie nog een paar stompen, maar er zal vast nog ooit wel een keer iemand anders langskomen. Hier liggen nog een paar kleine stukjes, zijn een paar zaagstukjes die niet goed zijn gegaan. Snel omhoog voordat we dwars door de voorruit van de vrachtwagen hebben gestaan. Dat kan niet gebeuren. En dit is echt een hele prachtige hoor. Dit meen je niet. Kunnen we weer opnieuw beginnen? Zonde, zonde. Ja, is het voor iedereen? Goed. Deze nog wel. Lijkt er dat in past. Lijkt erop. Nee. Oké, gaan we nog even proberen. Dit ga ik eventjes van buiten de cabine doen hoor. Pakken. Ja. En ja hoor, we hebben hem. Deze leggen we er nog op. En dan hopelijk waren dit alle bomen. Want ik kan er nog eentje bij opkrijgen, maar er is niet echt heel erg veel ruimte meer ofzo. Daarom doen we nog één rondje. Kijk, is er hier een boom? Ligt er hier een boom? Deze heb ik gehad. Mooi. En ligt er nog één. Oké, de laatste. Nou, deze berg heeft hier geen zin in. Dan rijden we een stukje om, hè. Deze. Ook niet. Aanloop je dan. Ja, hij had het. Schuiven die erin. Dek dicht. Ja! Zo. Je ziet nog een klein stukje wat we er nog eventjes af moeten gaan snoeien zo meteen. Zo lang zitten gaan rijden. Ja hoor, laatste dingetje. Laatste boom. Verkeerde knop. Zo, we zien. Maar hij ligt wel mooi. Dat hebben we voor elkaar. Oké, die zetten we deze eens even netjes terug. Hier gaan we dan. Wat een vracht is dit? Hoeveel moet dit wel niet opleveren? Zullen we het gaan testen? Natuurlijk gaan we het testen. Laten we wel voorzichtig rijden, want ik wil dit niet verliezen.
Mooi vrachtje is dit, zeg. Kniplicht ervan staan. Monteren we ze ook. Wel eventjes lekker. Geknoeid. Dit zullen we weer op laten rapen natuurlijk. Snel binnendoor. Rijden we zo vol gas die trailer achteruit water in. En dan gaan we eens kijken wat we hebben. We hebben 11.258.000 en nog iets. De verwaarloosde in dit geval eventjes dat laatste getalletje. Nou. De Molenbeek. Als je auto wil verkopen, kun je ze gewoon in de Molenbeek leveren. Voor lange rechten en boomstammen krijg je meer geld. Korte krommen. Nou, zoals je ziet, dit zijn mooie lange, mooie rechten. Laten we ze maar eens erin doen. Zoals je ziet, 11.258 en nog iets. Wat hebben we nu? Je ziet het. Dit is een kleine 100.000 euro. Eén karretje. Nog geen half uur werk geweest. Het is een goede manier om geld te verdienen. Zeker weten. Zal ik alles weer netjes in de schuur zetten. Ook een klein boompje. Laat het eerst trouwens maar eens afsproeien. Lijkt me een stuk beter. Moet ik hem wel even terugzetten hoor. Ja, dat is net zo fijn voor de mensen die er zo meteen weer instappen. Ondertussen is het hier alweer 6:10 en ik begin erg honger te krijgen. Dus ik ga hem zo meteen afsluiten. Ik zet nog eventjes de truc natuurlijk in de schuur. Maar voor nu alvast zeg ik bedankt voor het kijken. Ik vond het erg leuk om op te nemen. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden om te kijken. Mocht je willen spelen op zo'n mooie server als deze natuurlijk. Kan vooral onder in de beschrijving staan de inloggegevens ook nog. Maar ik ga je nog een keer vertellen. De server heet Volterra JT, YT, YouTube, hoe je het ook wil noemen. Op de server Continental Europe. Het wachtwoord is standaard tarwe. Soms heb ik er geen wachtwoord op. Dan is hij ook fijn voor mensen te joinen die niet het wachtwoord weten. Maar je kan mag er altijd op met het wachtwoord tarwe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tenminste, als ik dit ding erin krijg.